Good evening, guys. Het is vandaag dinsdag. Nee, wacht, ik lees het vandaag woensdag. Ik ben bij de Lash & Face Clinic. Ik ga eindelijk, mijn gezicht, ik ben ook ontsteld, dus ik merk dat ik hier... Maar als je hier uitslag of buizen krijgt, dan is het vaak hormonaal. En we gaan nu eindelijk de Dermapen 4 doen. En daar heb ik echt heel veel zin in. En Melissa, die geeft mij net dit. En in deze maandelijkse periode ga ik dit gewoon eten zonder, pardon, mijn lievelingssnoep. Nou, nu heerst er een super rode gloed op mijn gezicht. We hebben net de Dermapen 4 gedaan. En het voelt ook echt alsof mijn huid strak wordt getrokken. Dus het geeft echt een liftende effect. Want ik hoorde ook dat een paar mensen zeiden, ja, je gezicht ziet er zo liftend uit. Ik heb echt niks met mijn gezicht gedaan, behalve de Dermapen. Maar bij deze Dermapen 4, bij de Lash & Face Clinic, want daar doe ik het altijd. Kijk, het trekt echt gewoon. Dus als ik zo doe, dan voelt het alsof ik net een facelift heb gehad. En ik heb mijn wimpers laten liften. Dus de volgende dag zijn ze mooier. Ik ga nu even wat eten thuis. En dan... ben ik klaar. Oké, guys, ik ben thuis. Ik heb me omgekleed en even snel make-up opgedaan. Zodat ik niet zo heel rood ben naar de dermen ben. En ik sta nu in de lift. En dit is wat ik aan heb. Ik heb mijn nieuwe Triple S aan. Oké, mensen. Het laatste wat jullie van mij hebben gezien is dat ik in de lift stond. En gisteravond was een beetje een hectische avond. Ik ben inmiddels in Amsterdam. Ik maak even de auto schoon. Wat als ik later schoonmaken? Ik heb vanavond een verjaardagsfeestje. Er is best wel veel hectiek. Wat eigenlijk onnodig is. Maar goed. Ik zit in een andere relatie. En dat is nu al een enige tijdje zo. En... ja, heel veel van jullie vroegen zich af waarom ik me heel lang niet vlogde. En ik was gewoon ook heel erg bezig met mezelf te vinden of zo. En daar, ik heb het idee dat ik daar nu mee bezig ben. En ik ben echt een hartstikke gelukkig mens. En ik hoop oprecht dat mensen dat kunnen opbrengen om, althans niet gelukkig voor mij te zijn, maar gewoon niet te haten op. Dan zijn we al een hele grote sprong verder. Maar goed, ik heb een verjaardagfeestje van Soef vandaag. En hij wordt verrast, hij heeft alleen niks door. Dus dat moet ik even regelen. En Mar gaat ook mee. Oh, Mar Bestel is heel blij met haar krullen. En ik heb even met de krullencompagnie heb ik een hele leuke winactie voor iemand. En dat ga ik aan het einde van de vlog even vertellen. Ik moet even over hier in het cel houden. Dus ik zie jullie zo. Ik zit net in de auto. Ik heb even op locatie gekeken naar de versieringen en de taart. En alles ziet er goed uit. Ik ga nu naar huis. Ga ik me omkleden. En dan gaan we meneer even verrassen. Ik ben echt moe. Merk ik aan mezelf. Dus ik zie jullie zo. Ik zeg later nog tegen je, dit zijn mijn lievelingsbroeken. Oh.
Bang bang. Ik zeg jullie eerlijk, ik ga gewoon heel eerlijk zijn, hè? Ze hebben me echt geflasht vandaag, want ze lieten me echt denken dat iedereen me vergeten was. En ik was boos op mijn matties, ik was boos op iedereen. En kijk eens, ik ben jarig, niemand vraagt om me, niemand. Kom ik hier, heeft deze knapper gewoon alles stiekem gefixt. Kijk hier, een hele tafel vol. Mijn jeugdvrienden, van alles en nog wat. Het enige wat ik wil doen, haar bedanken. Jij bent de aller, en dat meen ik echt, beste meisje die ik kan wensen in mijn leven. En zo naar haar. Bang, bang. Ik ga lekker eten. Nee, maar ik meen het, ik ga eten. Ik ben winning so many points here. Mensen, ik ben net thuis. Ik ben zo moe. Ik wil echt gelijk mijn ogen dicht doen en slapen. Het was een hele gezellige avond met iedereen. Ik ben echt onwijs moe. Ik heb trouwens de kleur van mijn nagellak veranderd. Nog steeds in een felle kleur, maar iets zachter dan voorheen. Maar ik denk dat ik dit over een paar dagen ook ga veranderen. Oh ja, Mar is er ook nu weer. We zijn samen teruggegaan. Wij hebben dus Mar was haar bij de krullenkamp niet gedaan in de vorige vlog. En toen vroeg ik of het leuk was om misschien zo'nzelfde treatment aan een van jullie weg te geven. Dus het enige wat je hoeft te doen is de Krullen Company en Marwa's Instagram te volgen. En we kiezen gewoon iemand uit van de volgers. En ik denk dat het gewoon een selectief iets wordt. Dus dan blijft het ook zo eerlijk mogelijk als je het door een computer geprogrammeerde programma doet. En die maken we dan over een week bekend. Dus ik zet hun Instagram nog even in de beschrijving. Dan kunnen jullie even checken. En het enige wat je hoeft te doen is hun en Marwa's account volgen. En dan maak je kans op zo'nzelfde treatment. Ik ben zo moe. Ik was vandaag echt... ik ben een beetje lekking geweest met dat vloggen. Mijn excuses daarvoor. Ik ga het weer oppakken. En ik hoop dat jullie morgen weer kijken naar een nieuwe vlog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doeg!